Voor de tweede keer in korte tijd wordt het Proosdijpark aangepakt. Maandag 8 mei werden omwonenden geïnformeerd over hoe het park eruit gaat zien. Ook konden ze nog ideeën inbrengen. Op 1 april 2018 moet het park klaar zijn. De bedoeling was natuurlijk dat het in de eerste keer goed zou gaan. Maar in de eerste plaats hadden we te weinig geld om alles te realiseren wat we wilden realiseren. En in de tweede plaats is ook de aanleg niet helemaal verlopen zoals we hadden gehoopt. De aannemer die het aangelegd heeft, die heeft heel veel nadruk gelegd op de civiele kant. Iets minder op de inspraakkant van bewoners en op de groene kant. En er moet echt nog een groene slag overheen komen. Wat we gaan doen is eigenlijk het park gaan opwaarderen. We gaan het park weer een park gaan maken waarin ook gewoon iedere deelnemer van het park, gebruiker van het park, tot zijn recht kan komen. Nu op dit moment is het toch wel een beetje verwaarloosd. En we willen eigenlijk de hoofdstructuur gaan herstellen. De bomenstructuur is er al en alles wat eraan op wordt opgehangen, aan heesters en rhododendrons onder andere wat wij gaan gebruiken. Dat gaan wij als instrument toepassen om het park in ieder geval een beter gezicht te geven. Ook de entrees worden sterker gemaakt. Dus ook thematisch ingericht. Dus ook voorzien van een bepaalde beplanting. Poorten worden her en der wat herschikt. De paden worden her en der hersteld. En misschien kunnen we ook nog iets met de vlonder doen. Dat we dus de vlonder kunnen uitbreiden. Ja, de werkgroep bestond uit diverse vrijwilligers. Bewoners, visclub zoals je zegt. En die waren heel erg teleurgesteld in de eerste fase. We hebben een evaluatie met ze gedaan. En we hebben gezegd, door de gemeenteraad wordt er binnenkort 3 ton vrijgegeven. En we hopen dat jullie aan tafel willen blijven zitten met ons en dat je weer mee wilt praten met de volgende fase. En ja, alle teamleden van de werkgroep die zijn aangehaakt en die doen nog steeds mee. Ja. Dit is het grootste park van Ede. En de vissers gebruiken hier dus eigenlijk ook best veel ruimte. En dat moeten we dus ook eigenlijk handhaven. Maar ook op zo'n manier dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit van het park. En dat is ook waar we heel goed hebben op gelet. Om dat zoveel mogelijk en zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen. En niet in conflict met andere thema's zoals ecologie bijvoorbeeld. Het grappige is, de werkgroep is heel kritisch. Hè? Die bestaat uit hele kritische mensen. En die werden eigenlijk gaandeweg dit proces steeds enthousiaster. Dus het kan zijn dat bewoners zeggen, nou op dit of dat element zeg maar zou ook nog iets anders willen. Dat kan. Er is wat dat betreft nog een stukje inspraak mogelijk. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen vandaag teleurgesteld gaan reageren op de plannen die er nu liggen. Er kwamen zo'n 130 mensen af op de presentatie. De reacties waren overwegend positief. Wel heerste bij een aantal bewoners het idee van eerst zien, dan geloven.